Jullie hotel chique sfeer ja. komt nu helemaal tot terecht doordat die tafel gewoon in de hoogglans zwart ja. is geschilderd. Wij zijn Linda en Tim en wij komen uit Breukelen. Wij willen wat aan het huis doen beneden bij de, ja, vooral de woonplek. Ik neem jullie even mee een rondje door ons huis. Voornamelijk omdat de kinderen de overhand een beetje hebben op de spullen. Het is een keukentje voor het speelgoed. Speelgoed voor de kinderen. Daar nog kastjes gekocht voor speelgoed. We zijn nog een beetje zoekende van houden we spullen of gaan we spullen wegdoen. Of andere kleuren of eventueel behang wat ik niet zo zie zitten. Ja, dus dat. Linda en Tim, wat leuk dat jullie er zijn. Brand los! Nou ja, waar we eigenlijk naar op zoek zijn is om weer een beetje balans te vinden in dingen die we zelf leuk vinden. En speelgoed van de kinderen. Elk hoekje is nu een beetje bezet door de kids, zeg maar. Overal staat wat. Ja, we waren toen, 7 jaar geleden, al heel erg in de industriële fase, zeg maar. Dat dus we hebben eigenlijk al onze meubelen van steigerhout. Dus we hadden ook zoiets van, we willen eigenlijk wel een beetje iets meer richting de hotel chic-achtige kant. Ja. Een beetje iets meer kleur erbij. Kijk ook wat er nog kan met jullie huidige meubels. Ik vind het altijd zonde om iets weg te doen wat nog goed is en functioneel is. Nou, het zijn echt wel goede meubels. Ja, dat zeker goede meubels. Ik zie hier bijvoorbeeld een hele grote houten kast staan. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook juist heel handig is voor alle benden van de kinderen. De kast is gewoon van blank hout. Kan je heel goed schilderen. Jullie hebben ook nog een steigerhouten tafel. Ja. Schuren, verven bijvoorbeeld hoogglans zwart. Dan krijg je echt een heel ander effect. Ja. En dan kun je dus al best op een budget manier een soort upgrade ja. geven van het industriële naar het boutique hotel chic. Waar ik me vooral bezig mee hou is met de zinnenwal. Dit vind jij een fijne look? Dit vind ik een fijne look. En een fijne hoek? Ja. Maar ben je wel een beetje handig? Dingen plaatsen, dat kan ik samen ja. met iemand wel. Zijn vader is ontzettend handig ook. Dus, ja. Jullie hebben ook al naar kleuren gekeken? Ja. We hadden best wel veel groen. Dat vind ik nog steeds wel heel mooi. Maar dan misschien ietsje donkerder of ietsje lichter. Ik adviseer altijd, neem niet meer dan 3 kleuren. Oké. Je wil het hotel chique, dus dan moet je er niet een bonte bedoeling van maken. Nee, precies. Aan de andere kant, er mag best wat gebeuren. Nou zag ik ook bijvoorbeeld dat jullie een hele leuke toog hebben naar de keuken. Jij vindt hem leuk, wij vinden hem niet zo leuk. Nee? Nee. Maar wat je dus heel veel ziet, juist weer tegenwoordig, juist in hotels en restaurants, zijn de ronde togen. Hmm. Dit soort muren lenen zich er perfect voor om juist te behangen. Nou, leuk. Die hadden we niet zelf bedacht, dus dat is mooi. Ja, heel erg bedankt voor je inzicht en je andere ideeën waarop je dus spullen kunt behouden en daar iets anders mee kunt maken. Vandaag gaan we beginnen aan de Cinnabol. We hebben nu een bak gemaakt voor de... Voor de zoutbak plaatsen. Deze vind ik ook wel mooi hoor. Wat jij? Ja. Alles afplakken. Dan kunnen we zo gaan schilderen. Ik ben even aan het kijken met een kleed hoe een ronde tafel hier zou passen. Nou, de eerste baan zit erop. De volgende. Ploffen. Ja, ze zijn er! Hey! Hi. Hallo! Leuk jullie weer te zien! Ja, kom verder! Een klein cadeautje! Oh, nou, als kers op de taart! Nou jongens, laat eens zien! Oh, wat een verschil! Ja! Jullie hebben echt mega hard gewerkt volgens mij! Zeker! Nou, we zijn begonnen met de zinnenwal. Uiteraard mijn favoriet natuurlijk. We kunnen de tv er ook uithalen. Oh, wauw! Dat was jullie vraag, hè? We willen eigenlijk meer van de industriële look ja. naar het boutique chic hotel gevoel. Nou, zie hier het resultaat. Ja, ik vind het onwijs leuk. Ik ben echt heel erg blij mee. Jij moet er nog even aan wennen, hè? Ik moet er inderdaad even aan wennen, inderdaad. Maar jij moet wennen aan de print van behangers. Hè? Even druk. Ja. Daarentegen is de muur die er tegenover ligt volgens mij wat lichter geworden. Ja, zeker. Daar hebben we inderdaad een lichtere kleur groen op aangepast. Dus, en de kast is volgens mij ook geschilderd. Ja. En dat was ook een van de tips. Het hoeft ook niet allemaal nieuw. En dat hebben jullie dus heel leuk en goed gedaan. En wat ik zie, er stond een hele grote langwerpige tafel. Ja. Nee. Deze komt deze van Marktplaats af. We hebben nu van de week nog zwart gelakt. Jullie hotel chique sfeer ja. komt nu helemaal tot terecht doordat die tafel gewoon in de hoogglans zwart ja. Ja. is geschilderd. Onwijs leuk gedaan. Eigenlijk hebben we nog wel een beetje de vraag van...
We hadden deze online gezien. Oh ja. Ik had hem wel hier bedacht. Alleen, ik vraag me dus af dat als je dit hele blok goud doet, staat dat met het chromen van het gasfornuis? Ik vind het dus eigenlijk best wel een heel leuk contrast. Ja. Dus ik vind dat helemaal niet storend. Sterker nog, ik denk echt dat het helemaal in het hele steltje kan passen. Superleuk om te zien dat Tim en Linda zo hard hebben geklust de afgelopen weken en eigenlijk al mijn tips hebben opgevolgd. En zo zie je maar weer, je hoeft helemaal niet veel geld uit te geven om met je bestaande meubels een totaal nieuwe look te creëren.